Frank de Boer, gefeliciteerd met de finale overwinning op ADO Den Haag. Belangrijk moment was de rode kaart in het begin van de wedstrijd. Ja, zeker. Ik vond dat we niet heel goed begonnen in ieder geval. Maar na die 10 man, toen begonnen we opeens wel heel goed te voetballen. En maakten ook heel snel een goede goal door Christian Eriksen. En toen waren er echt een paar hele mooie aanvallen bij. Alleen het is jammer dat je dan niet de trekker overhaalt. Dat het gewoon 2-3-0 is. Ja, klopt. We hebben heel veel kansen gehad. En ik persoonlijk ook. En ik had minimaal 1 moeten scoren vandaag. Maar ik ben blij dat we een goede uitslag hebben neergezet. De tweede helft maak je dan, begonnen we ook niet zo goed, vond ik. En gelukkig maak je dan de 2-0. Dan denk je dat het een bevrijding is. Ja, toen vond ik dat we juist slordig gingen spelen. En ja, het publiek die verwacht meer op dat moment. En ik verwacht ook meer van ons team op dat moment. En ja, gelukkig uiteindelijk maak je dan nog 4-0. Maar het had meer uit kunnen vallen volgens mij. It was a nice gesture of Christian that he gave you the ball so that you could score the 3-0. Yeah, it was a nice, because if he didn't give me this ball, maybe it was something bad. It will be something bad, but he gave me a pass, thanks a lot. And I appreciate it. Je begon met Ricardo Verijn in de basis. Hoe heeft hij het gedaan? Ja, ik denk dat hij heel goed gedaan. Eigenlijk hebben ze geen kans gehad. ADO Den Haag. En hij heeft een compliment aan hem. En hopelijk, wie weet, de volgende wedstrijd woensdag tegen AZ weer? Ja, dat is nog maar afwachten. Ik ben er nog niet zeker. Ik ga er niet vanuit, maar de kans is er. Maar ik ga er niet vanuit en ik wacht het gewoon rustig af. Als die kans komt, dan ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor, zeker weten. 4-0 winnen is ook een mooie aanloop naar de hele mooie bekerwedstrijd tegen AZ komende woensdag. Ja, zeker. En dan moeten we wel, denk ik, ietsje beter spelen. We hebben bij Vlaag goed gespeeld, alleen tegen AZ zal je dat 90 minuten moeten doen. And you all look ready for the cup game against AZ on Wednesday? Of course, we are everybody ready because it's the last game in before the Christmas and everybody want to play good and go with the good mood in holidays. Where will you go in holiday? First of all, at Moscow and after we will see.